Goedemorgen gemeente. We groeten u hier in de kerk en alle die via kerkomroep of YouTube hebben afgestemd op deze dienst in de Bethelkerk, waarin proponent van Genderen uit Leerdam zal voorgaan. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste collecte bestemt de diaconie voor de stichting Ontmoeting. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst en de derde voor de zondagschool. Van harte bij u aanbevolen.
De bloemen zijn vandaag voor onze voorganger. We zijn dankbaar dat hij in beide diensten wil voorgaan en geven hem daarom deze bloemen mee naar huis. We luisteren nu eerst naar het lied Kerstnacht boven Bethlehem van Selah. Daarna zingen we met elkaar het gezang Er is een roos ontloken. Dat is gezang 132 uit het liedboek. En daarna is er een moment voor stil persoonlijk gebed. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of waar u ook meeluistert, een gezegende dienst. Liefde kent hij hem geen grenzen.
Onze hulp en enige verwachting
is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. We gaan nu luisteren naar Psalm 98. Zing voor de Heere een nieuw lied. Geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. En dat doen we dan met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader, geboren voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden uit de Heilige Geest en de Maagd Maria en mens geworden is en die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften. Het opgevarene is naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En die zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot de vergeving van de zonde. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Van de Heere onze God zoeken in gebed, om hen te vragen een zegen over deze dienst en om aan hem te vragen de hulp van zijn geest als we straks zijn woord gaan lezen. Laat ons bidden. Heere God, Vader in de hemel, komen wij tot u op eerste kerstdag. En dan vieren wij vandaag dat de koning ons werkelijk tegemoet gekomen is. En dan juichen wij met alle rivieren en bergen om zijn komst. En Heere, dat zullen we straks lezen. Dat u gekomen bent op deze aarde. Als een klein, teer kindje in armoede. En dat u gelegd bent in een kribbe om onze zaligheid. Heeft u de heerlijkheid van de hemel achter u gelaten en heeft u de natuur van een mens aangenomen. Is u geworden zoals ons. En zo, Heere, bidden wij u of u in deze dienst tot ons wilt komen. Zoals u zelf beloofd heeft. Toen u zei, waar twee of drie mensen in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik zijn. Heere, wij pleiten op uw belofte. Kom tot ons. Vervul ons met uw aanwezigheid. Laat het zijn dat de woorden die straks zullen klinken, niet zomaar woorden zijn, maar woorden van eeuwig leven. Dat wij daarin mogen proeven en smaken dat u goed bent. En Heere, geef ons zo een gezegende kerst. Dat wij straks ook, als we gaan lezen, uw Heilige Geest ontvangen. Dat wij gesterkt mogen worden met kracht van boven in het spreken en in het luisteren. Dat ons hart open staat voor alles wat u tegen ons te zeggen heeft. En dat wij het mogen meedragen dit weekend in, deze week en ons verdere leven. Dat wij mogen weten dat Jezus koning is over ons leven. En wij bidden dan tot u in de naam van die koning. De koning die u altijd hoort. Amen. Zullen we nu gaan lezen uit de Bijbel, Nieuw Testament, het evangelie van Lucas. Vandaag zal centraal staan Lucas 2 en dan met name dat gedeelte van de engel waarin hij het kindje van Bethlehem beschrijft. Maar voor we naar hoofdstuk 2 gaan, zullen we eerst een gedeelte uit hoofdstuk 1 lezen, waar ook al de engel aan het woord is en hij opnieuw ook iets gaat zeggen over dat kindje, wat dan nog geboren moet worden. We zullen lezen. Eerst Lucas 1 vanaf het 26e vers en daarna Lucas 2. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die in ondertrouw was met een man van wie de naam Jozef was. Uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria.
En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn, tot in eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Lezen nu verder in Lucas 2, vanaf het eerste vers. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. De eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen al op weg om ingeschreven te worden. Ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis van het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hem geen plaats meer was in de herberg. En er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden bij de kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u een teken zijn: u zult het kindje vinden in doeken gehuld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van een hemelse legermacht die God loofde en zei: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hem weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de engel ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Alzo luidt het woord van de Heere onze God. Zalig is er ieder die dit woord in zijn hart bewaart en het overdenkt. Voor we verder gaan met de preek en weer gaan zingen, is er nu een moment voor de kinderen. Er zal een verhaal verteld worden. Vandaag sluiten wij het adventproject af. 4 weken lang hebben we met elkaar geteld. En ik zou heel graag hier alle kinderen bij me op het podium hebben, maar de meeste kinderen kijken thuis met ons mee. En de kinderen die in de kerk zijn, mogen ook op hun plek blijven zitten. En ik zei al, ik hoop dat er ook heel veel kinderen zitten te kijken en dat we ook toch wel met elkaar nu dit project kunnen afsluiten. 4 weken lang telden. Elke week werd het een beetje lichter. De kaarsen gingen 1 voor 1 branden. En vandaag mogen we vieren dat het grote licht gekomen is. De Heer Jezus is geboren. Wat een feest. En we vieren ook feest, want we zijn blij dat Jezus geboren is. We hoorden de verhalen van heel gewone mensen. Mensen die niet zo opvielen of er misschien niet zo bij hoorden, maar die bij God mee mogen tellen. Die erbij horen. We hoorden over Maria, een heel gewoon meisje, die zwanger werd van het bijzonderste kind wat er was. We hoorden van Zacharias, die al heel oud was, een oude opa. Of eruit zag als een oude opa, maar hij had geen kinderen. En toen kreeg hij het bericht dat hij wel een zoon zou krijgen. En zo weer een heel gewoon iemand die er bij God bij hoorde. En we hoorden vorige week dat Jozef en Maria op weg moesten gaan
naar Bethlehem. En daar gaan we het verhaal vandaag verder over horen. Hè, dat Jezus is geboren. En dat de herders ook weer heel gewone mensen als eerste bij de Heer Jezus mogen komen kijken. Ze mogen naar de stal toe. En vandaag stoppen wij hier dit project. We stoppen met tellen. Maar ook wij, zoals we hier nu zitten. Jullie, kinderen, maar ook de grote mensen, we mogen allemaal meetellen. We mogen erbij horen. En ook als we straks weer naar huis toe gaan, mogen we weten dat de Heere God heel erg veel van ons houdt. En wij mogen dat ook weer laten zien aan andere mensen. En dat wil ik ook aan jullie meegeven. Wees een lichtje en breng vrede. Op de plek daar waar je bent. Voor je broertje, voor je zusje, voor je vriendje, voor een ieder die je kent. Wees een lichtje en breng vrede. Zoals Jezus dat eens deed. Voor zijn vrienden, armen, zwakken en voor iedereen die leed. Wees een lichtje en breng vrede. Zodat donkerheid verdwijnt. Dan zal over heel de wereld er eens licht en vrede zijn. Nou, we hebben heel hard geoefend de afgelopen weken. Met het lied Een Koning is Geboren. En wat zou het fantastisch geweest zijn als we dat met alle kinderen hier op het podium konden zingen. Kan helaas niet. En jongens en meisjes thuis, ik hoop dat jullie heel hard mee gaan zingen. Want we hebben zo ons best gedaan om dat te oefenen. En ik wil heel graag vragen aan alle kinderen in de kerk, maar ook aan alle grote mensen, of ze met mij mee gaan zingen. Een koning is geboren. Mee te gaan met ons. Thank you.
in het rond, de koning van het kwaad. Al drijft hij met zijn grote mond, dat hij u eens verslaat. Straks zit hij door de rugverhoofd, wanneer zijn rijk vergaat. En hij over uw koning en heer. En hij over uw koning en heer. Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt hij in een stal. Die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal. Laat kinderen dan en luide stemmen blijk als aan de stal. Daar hij over uw koning en heer, koning en heer. Daar hij over uw koning en heer, koning en heer. Daar hij over uw koning en heer. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Misschien heeft u het afgelopen jaar ook wel een nieuwe computer gekocht. Of een nieuwe auto. En misschien gaat het bij u ook wel zo dat als u zo'n grote aankoop doet, dat u dan eerst op internet allerlei verschillende varianten van de verschillende type auto's gaat opzoeken. En dat u dan gaat kijken wat zijn de voordelen van dat ene type en de nadelen. En dat u dat dan gaat leggen naast een andere auto die dan ook weer zijn eigen voor- en nadelen heeft. En zo zijn we dan aan het vergelijken. En komen we uiteindelijk dan, dat hopen we tenminste, op een weloverwogen keus uit. En dan gaan we vervolgens over tot die aankoop. En niet alleen met zo'n grote aankoop doen we zo'n vergelijking, maar eigenlijk in heel ons leven. Denk maar bijvoorbeeld aan die moeders op een verjaardag die over hun kinderen aan het praten zijn. De ene zegt dan van, ja, mijn kind doet het zo goed op muziek. Die kan zo goed piano spelen. En de andere moeder zegt dan, ja, mijn kind is heel goed op school. Die haalt hele hoge cijfers. Zo zijn ze dus hun kinderen aan het vergelijken. En niet alleen wij als volwassenen doen dat, maar ook de jongeren. Voortgezet onderwijs, als de toetsweek geweest is en de cijfers zijn bekend, dan gaan de vragen rond in de klas. Wat had jij voor wiskunde? Oh, ik had een 8. Oh, ik had een 9. En zelfs onze kleine kinderen doen dat ook al. Als het Sinterklaas geweest is en ze hebben allemaal cadeautjes gehad, en de volgende dag dan komen ze op school en dan gaan ze elkaar vragen. Wat heb jij gehad? Ja, ik heb een boek gehad. Oh, ik heb spelcomputer. Nou, weer aan het vergelijken. En eigenlijk kunnen we dat ook doen in onze tekst. Want voor een vergelijking heb je 2 van dezelfde soort nodig. Dus geen appels en peren, maar appels en peren en peren. En zo komen we in dit gedeelte ook 2 koningen tegen, 2 heersers. Koning Jezus en keizer Augustus. En in deze dienst willen ze naast elkaar zitten. Koning Jezus en keizer Augustus. De voor's en de tegens afwegen en uiteindelijk de vraag stellen. Wie van deze is de betere koning? Voor de Romeinen was dit geen vraag. Die hadden direct geantwoord als wij deze vraag hadden gesteld. Wie is de beste heerser? Hadden ze gelijk gezegd. Keizer Augustus.
Er is echt geen betere keizer als hij. Nee, echt niet. Want deze Augustus, wat eigenlijk niet eens zijn echte naam is, want dat is een eretitel. Hij is geboren als Octavianus, de neef en de erfgenaam van Julius Caesar. Deze Octavianus zagen de Romeinen als een redder. Want hij zorgde ervoor dat er vrede kwam. Na een eeuw van politieke onrust en burgeroorlogen zorgde hij, toen hij aan de macht kwam, ervoor dat al die onrust ophield en dat er een periode aanbrak van vrede, voorspoed. Van vreugde, veiligheid. De periode wordt ook door de Romeinen wel genoemd de vrede van Augustus. En hij staat niet alleen bekend bij de Romeinen als een redder, maar ook vanwege zijn vele bouwprojecten, waarmee hij de economie een impuls gaf en de mensen natuurlijk werk hadden. Hij was ook de keizer van de bestuurlijke vernieuwingen. Want hij zorgde ervoor dat die oude Romeinse republiek, die vele eeuwen had bestaan, 5 eeuwen, omgevormd werd tot een keizerrijk. Een vorm van regering die ook veel beter paste bij dat immense rijk wat het Romeinse Rijk inmiddels geworden was. Maar hij was nog meer, hij was ook nog een vader voor zijn volk, voor de Romeinen dan tenminste. En als vader zorgde hij dan ook voor zowel de rijken, want die kon hij gebruiken in zijn regering. En hij keek dan van, jij bent wel een goede militair, dus ik kan jou gebruiken als generaal. Dus dan heb jij een mooi baantje, dan zorg ik wel voor jou. En jij, ik kan wel goed leiding geven. Nou weet je, ik zet jou ergens neer als gouverneur. Dan mag jij mij helpen bij het besturen van dat grote rijk. En de arme mensen dan, daar zocht hij ook voor. Want hij liet brood uitdelen aan alle arme mensen in Rome. Zo kunnen we inderdaad zeggen dat hij was een goede keizer. En objectief moeten we ook zeggen dat hij een van de betere keizers was die de Romeinen ooit gehad hebben. Kortom, de Romeinen waren heel blij met deze Augustus. En om daar iets van te proeven, van wie die Augustus voor die Romeinen was, een kort citaat waarin beschreven wordt hoe zij naar die Augustus keken. Die man die wij in het eerste vers van het kerstevangelie tegenkomen. Augustus is de vader van Rome. Deze rol heeft hij van Zeus ontvangen, zijn vader. Hij is de verlosser van het gewone volk. Zijn wijsheid voldeed niet alleen aan de verwachtingen van de mensen, maar overtrof deze verre. Dit blijkt uit het feit dat hij gezorgd heeft voor vrede op het land en op de zee. En ook zorgde hij ervoor dat er orde was in de steden, harmonie en voorspoed. Het gaat ons voor de wind, in alle opzichten. En daarom mogen wij hoop hebben op een goede toekomst. En zullen wij hem daarvoor niet brengen, offers, lofgezangen. Heel opvallend dus, als we deze woorden horen die Romeinen opgeschreven hebben over Augustus, dat er kort gezegd een aantal dingen zo samengevat kunnen worden. De Romeinen zagen Augustus als een zoon van God, God zelf. Als een machtige heerser. Maar ze zagen hem ook als een verlosser. Iemand die gezorgd heeft voor vrede en voorspoed. Ze zagen hem dus als een vredevorst. En het is deze man die wij op de eerste bladzijde van ons kerstevangelie, of van de eerste vers van ons kerstevangelie tegenkomen. Het is hij die een volkstelling houdt en de dingen zo in beweging zet dat de profetie van de profeten ook in vervulling gaat. Dat Jezus niet geboren wordt in Nazareth, maar in Bethlehem. Zoals de profeet Micha ook al verkondigd had. En ja, dan staat er inderdaad dat die keizer Augustus, in het eerste vers dan, dat hij een volkstelling ging houden. Dat hij een bevel uit liet gaan over de hele wereld, over het hele Romeinse Rijk. En ja, hoe moeten we dat zien? Dat moeten we in ieder geval niet zien alsof hij aan alle gouverneurs het bevel gaf: ga nu allemaal een volkstelling houden tegelijk. Nee. We moeten dat zien in het licht van wat ik al eerder zei, die bestuurlijke vernieuwingen.
Keizer Augustus vond het blijkbaar een goede zaak dat de administratie van de Romeinse overheid op orde was. En daarom zei hij tegen alle gouverneurs: beste mensen, jullie moeten je administratie op orde hebben. Ik wil dat jullie precies weten wie er in jullie in een gedeelte van het Romeinse Rijk woont. Dus laat allemaal even hun naam opschrijven. En schrijf dan ook even op wat die mensen bezitten. Nou, zo gebeurde het. Dat er overal in het Romeinse Rijk op een bepaald moment mensen naar de Romeinse vertegenwoordigers moesten en even hun naam moesten opschrijven en wat ze bezaten. En zo gebeurde het dat er op verschillende plekken volkstellingen werden gehouden op verschillende momenten en telkens weer om die administratie op orde te houden, zodat de Romeinse overheid wist wat voor belastinginkomsten ze konden verwachten. En zoals dat nu ook nog is, hè, want als we belastingaangifte doen en we starten dat programma op in het voorjaar van de Belastingdienst, dan weet de overheid al heel hoop dingen van ons. Wie we precies zijn en waar we werken en wat we ongeveer verdiend hebben. Nou, zo wilde de Romeinse keizer dat ook weten. En zo gebeurt het op een gegeven moment dat Herodes, die de keizer in Rome dient, ook een volkstelling uitschrijft. En vanwege die volkstelling moeten Jozef en Maria op weg. Maria is inmiddels hoogzwanger. Ze moet een tocht maken van 3 dagen naar het geboortedorp van Jozef, Bethlehem, om zich daar te laten inschrijven voor die volkstelling. Barre tocht die ze moeten maken. En Jozef met Maria wordt zo als een soort loopjongen op pad gestuurd, omdat die keizer daar in dat verre Rome zijn administratie op orde wil hebben. Die Jozef, die op de troon van David had moeten zitten als de koning van Israël, wordt nu dus inderdaad als een soort loopjongen erop uitgestuurd. En als ze dan daar samen gekomen zijn in Bethlehem, dan weten we niet precies hoe het gaat, of ze daar meerdere dagen zijn, of Jozef zich al ingeschreven heeft in het register van de Romeinse Belastingdienst, of ze op zoek zijn gegaan naar een plekje, en of dat ze dat, ja, ze konden dat niet vinden, want er was geen plek in de herberg, maar ja, waar hebben ze dan wel een plekje gevonden? In een gewone beestenstal of in een huis bij familie, dat ze op de eerste etage verblijven waar de beesten gehouden worden. Op de begane grond, sorry. Want de mensen in die tijd woonden vaak op de eerste etage en de beesten dan op de begane grond. Weet het niet, Lucas zegt er niks over. Wat hij wel zegt, is dat als ze in Bethlehem zijn, dat, zoals het in vers 6 staat, de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Maria krijgt weeën, ontsluiting, de vliezen breken en het kindje wordt geboren in een stal. En zijn moeder wikkelt hem in doeken en legt hem in een kribbe. En zo komen wij dan de tweede koning uit dit gedeelte tegen. Mensen van die tijd zullen ook gedacht hebben: is dat nou een koning? Hij heeft niet eens een wieg, hij ligt gewoon in een voerbak van beesten. Tussen de beesten. Tussen die uitwerpen van de beesten, tussen de stro en de stank. Dat kan toch geen koning zijn? Zo'n arme baby. Een koning hoort toch rijk te zijn? Dat kan toch helemaal niet? Ja, inderdaad, als wij kijken zoals God tegen Samuel zei: de mens ziet aan wat voor ogen is. Ja, dan gaan we op zoek naar een koning die heel sterk is, die er knap uitziet, die rijk is. En zoals Samuel automatisch naar de oudste broer van David ging. Maar de Heere ziet het hart aan. Hij weet wat er echt speelt. En omdat wij dat zo moeilijk zien, omdat wij met onze ogen maar zo moeilijk kunnen geloven dat dat kindje werkelijk de koning van Israël is, de koning van de wereld, stuurt de Heere bij die geboorte ook een engel. En die gaat uitleggen wie dat kindje nu precies is. En wie anders dan die engel kan dat ons zo duidelijk en betrouwbaar vertellen? Want die engel, waar werkt die? Die werkt voor het aangezicht van God in de hemel. Hij is daar dag en nacht. En zo'n engel die is bekend met alles wat God doet.
En wie zou dan beter kunnen zeggen wie werkelijk de Zoon van God is? Of dat nou die Augustus is, of dat kindje in de kribbe. Wat zegt de engel? Vers 11. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is, de Christus, de Heer. De engel zegt dus 3 dingen over dat kindje daar in de stal. In de kribbe. Hij zegt als eerste, dat kindje is de redder. Hij is de Christus, de zaligmaker, of de Messias. En tenslotte nog, ten derde, hij is de Heere. 3 dingen dus. Maar wat bedoelt de engel precies als hij dat zo zegt? Ten eerste, redder. Nou, zoals we gezien hebben, was dat ook een titel die de Romeinen gebruikten voor Augustus. Dus we kunnen zeggen, de engel zet Jezus naast Augustus. Hij is een koning als Augustus. Machtige heerser, redder van zijn volk. Maar we moeten denk ik nog wat dieper kijken. Wat moeten we dan doen vanuit het Oude Testament? Het Nieuwe Testament was het natuurlijk toen nog niet. En als we gaan kijken in het Oude Testament, welke persoon er als redder omschreven wordt, dan is er inderdaad wel een enkele passage die zegt dat de richten redders waren. Maar wie met name omschreven wordt als redder in de Bijbel, in het Oude Testament, is de Heere God zelf. Hij is de redder van Israël, die telkens tot verlossing en tot redding overgaat. Als het volk zich weer in nood bevindt. Toen ze in Egypte zaten, verloste hij hen. Toen ze riepen in de tijd van de richters tot God in gebed om verlossing, verloste hij hen. En liet hij zien dat hij een redder was. En zo deed hij nog talloze keren. Bij de ballingschap ook weer. En nu, dan gaat God laten zien dat hij werkelijk een redder is. En dan gaat hij de definitieve redding brengen door de oorzaak weg te nemen waarvoor het volk elke keer verlossing nodig had. Omdat hij nu als redder naar deze wereld komt om de zonde, het kwaad weg te nemen, te verzoenen. De reden waarom het volk ook telkens weer verlossing nodig had. En daarom is de Heer Jezus nu gekomen, dat kindje in de kribbe, als onze redder. Om op deze aarde te gaan naar het kruis van Golgotha en daar als onze redder te sterven voor onze zonden. Maar hij is er nog meer. Hij is ook de Christus, de Messias. De Heer Jezus is degene die beloofd werd in het Oude Testament. Als de koning van Israël, de opvolger van koning David. Want zoals u weet was er na de ballingschap geen koning meer geweest uit het huis van David die op de troon van Israël gezeten heeft. En toch beloofden de profeten telkens weer, het zal gebeuren dat er ooit weer een nazaat van koning David op de troon zal zitten. Hij zal als koning gezalfd worden en de heerser over Israël zijn. En nu is hij dus gekomen, die koning, die zoon van David. De koning die de Joden verwachten, hier in de kribbe. Maar die Messias, die redder, die is nog meer. Hij is ook de Heer. En wat bedoelt de engel daarmee? Ik kan opnieuw zeggen, dat is weer een titel die Augustus ook gebruikt. In de tijd van de Bijbel werd het Griekse woord kurios voor alle mensen gebruikt die een machtspositie hadden. In het klein bijvoorbeeld voor een vader, als de heer van het huis. In die tijd had de vader ook alle macht. Die kon zelfs zijn kinderen doden als hij dat wilde, of zijn slaven die aan hem toebehoorden. Dat vonden de Romeinen geen probleem, dat gebeurde vaak niet. Maar... En zo was die keizer Augustus ook heer. Niet heer van een huis, maar heer van de hele wereld. Toen bekende wereld, het gebied rond de Middellandse Zee, het noorden van Europa, tot de Rijn hier in Nederland. Maar opnieuw moeten we weer diep bekijken, want het zegt nog meer dan dat Jezus alleen maar naast Augustus staat. Want de Joden gebruikten dit woord, kurios, toen ze het Oude Testament gingen vertalen in het Grieks.
dus van Hebreeuws naar Grieks, om het woordje Yahweh, de naam van de verbondsgod, te vertalen. Dus de engel zegt hier, Jezus is Yahweh zelf. Hij is de Emmanuel, God met ons, de God van Israël die nabij komt. Om met zijn volk te zijn. Om hen te verlossen. Om hen te regeren als koning. Zo hebben wij dus twee koningen gezien in dit gedeelte. Keizer Augustus en koning Jezus. En we hebben beide gezien hoe ze beschreven worden. Koning Augustus door de Romeinse mensen en koning Jezus door de engel. En samengevat kunnen we zeggen dat ze eigenlijk allebei voorgesteld worden als redder, als vredevorst en als zoon van God, God zelf, Heer. Als we ze nu zo zien staan, naast elkaar, wie van hen is dan beter? Die vraag waar we de preek mee begonnen. Die Augustus die in al zijn heerlijke, die echt zichtbare koning is, die de rijkste man is op aarde, gekleed in mooi linnen, purper, met al zijn slaven, al zijn legioenen. En die Jezus dan, die in armoede geboren wordt, die later wordt de leidende knecht van God. Hij heeft geen mooie gouden kroon, maar een doornende kroon. En zoals een kerstlied het zegt, had hij geen rijk versierde troon, maar was het kruis zijn troon, de plaats waarvanaf hij regeert en zijn volk leidt en verlost. Wie van hen is nou beter? Als we met de ogen zien en zomaar afgaan op wat we zien, dan zou bijna iedereen denken, zeggen Augustus, zeker die Romeinen. Maar als we goed nadenken, als eerste, als Lucas dit evangelie schrijft, 60 jaar na de geboorte van Christus, dan is die hele Augustus er al lang niet meer. Hij is overleden. Ja, hij mocht oud worden, zelfs ouder dan zijn kinderen. Maar op een gegeven moment is hij toch gestorven en moest hij het koningschap aan een ander overgeven. Maar de Heer Jezus, de dood kan op hem geen vat krijgen. Hij heeft de dood verslagen. Hij leeft in eeuwigheid. En zijn koningschap is dus ook in eeuwigheid, zoals de engel al zei tegen Maria. Hij zal koning zijn over het huis van David tot in eeuwigheid. En het gebied dan waarbij de koningen overheersen? Die Augustus, die was koning over een immens gebied. Alle landen rond de Middellandse Zee, Italië, Griekenland, Israël, Noord-Afrika, maar ook nog verder naar het noorden, naar Frankrijk, België en een stukje van Nederland, als ze de hedendaagse namen zouden gebruiken. Dat is toch een immens rijk. Ja, maar de Heer Jezus Christus is het nog koning die nu nog een veel groter rijk heeft. Want hij is niet alleen maar koning over Afrika, over Europa, over Azië, maar ook over Amerika, over heel de wereld. Maar ook over het hele heelal. Alles is van hem. Alle sterren, alle planeten, alle mensen, alle dieren, alle engelen, alle horen ze aan hem toe. En die Augustus dan, die was toch zo rijk, die had zoveel goud, zoveel slaven, zoveel soldaten. De Heer Jezus dan, die in armoede geboren is. Nee, goud had hij niet. Maar wat hij wel had, was dat hij deelde in de heerlijkheid van God. Een heerlijkheid die helderder schijnt dan het fijnste goud op aarde. Een heerlijkheid die heerlijker is dan het beste eten. En zijn macht dan, ik zei al, die Augustus had vele legioenen. Op elke hoek van de straat was wel een Romeinse soldaat te vinden in dat immense rijk. De Heer Jezus dan, als hij komt, heeft hij helemaal geen leger. Ja, hij heeft bij zijn komst in Bethlehem wel een leger bij zich, maar voor de rest van zijn leven niet. Hij is de Heer van alle engelen, maar hij gebruikt het niet. Want dat hoeft helemaal niet. Want met één woord van de Heer Jezus kan hij het zijn duizenden verslaan. Zoals de psalm het zegt.
Als Hij een woord spreekt, dan is het er. Dan gebeurt het er. Dan staat het er. En tenslotte, als ze naar hun beide kijken, naar die beide koningen, hoe zij regeren. Dan zien we inderdaad dat die keizer Augustus met zijn volk bewogen is. Dat hij vrede gebracht heeft. Wel een vrede die tot stand gebracht wordt met het zwaard. Maar dat hij ook inderdaad omziet naar alle mensen die in zijn rijk wonen. De rijken en de armen. Maar toch, hij kan niet voorkomen dat een van die armen aan de hongerdood sterft. Of ziek wordt. Maar koning Jezus in zijn rijk, als dat ten volle aanbreekt, dan zal er, zoals dat in het boek van Openbaring staat, daar geen plek meer zijn voor lijden, voor de dood, voor ziekte, voor tranen. Want in zijn rijk heerst er de vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat, die nog heerlijker en mooier is dan wij ooit kunnen bedenken. En zo zien wij dus dat Christus de betere koning is. Er is niemand zoals Hij. Hij overtreft Augustus verre. En niet alleen Augustus, maar ook eigenlijk alle koningen die er ooit geweest zijn. Alle presidenten, alle premiers. Er is niemand als Hij. Maar gemeente, wat betekent dat voor ons heel persoonlijk? Als we weten dat Hij onze koning is. De machtigste van zijn soort. In de eerste plaats denk ik dat dat ons leert dat we veilig mogen weten bij Hem. Dat we ons over mogen geven in zijn handen. Omdat we weten dat Hij machtig is. Dat Hij de macht heeft om ons te bewaren en te beschermen. En Hij zegt ook dat Hij dat wil doen. Maar ook is het voor ons een troost. Want alles wat deze koning heeft, zijn liefde, zijn vrede, zijn genade, die wil hij niet voor zichzelf houden. Maar die rijkdom wil hij ook uitdelen aan al zijn dienaren. Ik zou er nog een hele hoop dingen kunnen noemen die in ons van de voorrechten die dienaren van deze koning hebben. Maar er zijn ook nog plichten. Want als we weten dat wij zo'n grote koning dienen, dan moeten we ook naar zijn wetten luisteren. Naar wat hij goed vindt, wat hij graag wil. Want denk maar aan die Romeinen. Die hadden het echt niet in hun hoofd om iets te doen wat Augustus echt niet wilde. Want als hij dat zag, dan wist je dat het je leven zou kosten. En hoeveel te meer zouden wij dan luisteren naar de liefdevolle stem van deze koning, als hij dan iets aan ons vraagt. Hij die zichzelf helemaal over heeft gehad voor ons. Een tweede, zouden wij ook niet trots zijn op het feit dat wij zijn dienaren zijn, dat wij zo'n grote koning mogen dienen. Want als we eens nadenken, die mensen die Augustus diende, bijvoorbeeld Herodes of die Quirinius, die waren daar trots op, die kwamen daar vooruit. Ik heb mijn positie, ik heb mijn macht namens Augustus en daar ben ik trots op. En zo mogen wij dat ook zijn. Omdat wij zo'n heerlijke koning dienen. En tenslotte, mogen we ook weten dat hij die macht die hij heeft niet voor zichzelf houdt. Maar dat hij die ook deelt. Want zo staat in het boek Openbaring, hij maakt ons tot koningen en priesters. Net zoals keizer Augustus allerlei mensen in dienst nam om te dienen als gouverneur of als onderkoning of als generaal, mogen wij hem ook dienen. Als koning. En wat betekent dat? Als eerste, een koning was in die tijd een moedig iemand. Want dat was iemand die voorop ging in de strijd. En zo mogen wij ook moedig strijden voor onze koning. In de taak die we van hem gehad hebben. In het leven dat we leven elke dag. Tegen de zonde. Tegen de wereld. Maar we mogen ook
weten dat die koning ons ook een positie van macht gegeven heeft. Dat we boven de dingen staan door de kracht van zijn geest. En dat we ons daardoor ook niet moeten laten binden door zonde of verslavingen, maar daarboven moeten staan in zijn kracht. Zoals een koning ook boven zijn volk staat. En ons niet van de wijs laten brengen. En tenslotte krijgen we van hem ook allemaal een taak. Een stukje van zijn koninkrijk om in te werken. Net zoals Augustus mensen uitkoos. De een om te dienen in zijn leger, de ander in Israël als gouverneur, de ander in Klein-Azië. Zo hebben we ook allemaal gaven en talenten gehad om te werken in dat stukje van Gods koninkrijk. Als voorganger, als ambtsdrager, als gewoon gemeentelid, als hand en voet voor de mensen in uw straat, in uw familie. In het jeugdwerk, om te zingen voor de Heren. Allemaal taken die te maken hebben met onze gaven en talenten. En die mogen wij ook inzetten voor onze koning. En zo hebben wij dus gezien wie koning Jezus is. En dat hij dus keizer Augustus, de grootste en machtigste heerser van die tijd, ver overtreft. Dat zijn koninkrijk geen einde heeft. Dat hij een groter en een rijker koning is dan Augustus. Ook al lijkt het niet, hij is het toch. Hij is de Heer van de wereld. En laten we hem daarom ook loven en prijzen. Om wie hij is en om wat hij gedaan heeft voor ons. Amen. We zullen nu opnieuw gaan zingen, twee liederen. De eerste is Psalm 24, het vierde en het vijfde vers. Een psalm over de koning die intrede doet, die de poorten binnenrijdt. En daarna zingen we ook nog Jesaja 9, waarin geprofeteerd wordt over deze koning als een vredevorst, als een God, als een verlosser, als een heiland. Deze liederen hopen we nu samen te zingen.
Zullen we nu het aangezicht van de Heere God zoeken om hem te danken voor alles wat we ontvangen hebben in deze dienst. Laat ons bidden. Barmhartig en almachtig God in de Vader, in de hemel. Aan het eind van deze tweede dienst op eerste kerstdag komen we tot u. Om u te danken. Dat u onze koning bent. Dat u gekomen bent naar deze aarde. Om ons te verlossen. Als een redder. Maar dat u ook gekomen bent als koning, als de Messias, als de beloofde zoon van David. Maar ook als de Emmanuel. Als Yahweh, als de Heere in eigen persoon. En zo, Heere, mogen we u leren kennen in het evangelie. Als die God van nabij. En Heere dan, net ook gezongen, die van de heerlijke profetie van Jesaja. En hij zegt dat er voor ons een kind geboren zal worden. En dat op die zoon, de zoon van David, de zoon van God, heerschappij gegeven is. Om als wonderbare raadsman en goddelijke held, als God en vredevorst, eeuwig te regeren over uw volk. En Heere, dan weten wij dat u een goede koning bent. Die zorgt voor uw onderdanen, voor uw dienaren. Dat u aan hen bescherming geeft. Dat u naar hem omziet. Dat u aan hen geeft uw liefde, uw genade, uw barmhartigheid en uw rijkdom. En geef toch dat wij mogen beseffen hoe groot dat wonder is dat wij uw knechten, uw dienaren mogen zijn. En geef ook dat wij daar trots op mogen zijn. Dat wij daarvoor uit mogen komen. Dat wij ons niet schamen voor het evangelie. Dat we ons niet schamen voor u. En dat we dat uitstralen naar alle mensen. Dat u onze koning bent. Heere, zo komen wij tot u op deze kerstdag. En danken wij u voor alles wat we in deze dienst ontvangen hebben. Dan vragen we u ook of u met ons mee wilt gaan dit weekend in. Wilt u ook met ons zijn als we ook in het gezin uw komst vieren, als we samen aan de maaltijd gaan, te vieren dat u onze koning bent, dat u naar deze aarde gekomen bent om ons te verlossen. Heere, wees u ook in het bijzonder met mensen
die alleengaand zijn, weduwe, weduwnaar, die misschien vandaag eenzaam zullen zijn, geef dan dat ze werkelijk, dat zij ook kerst mogen vieren, dat zij ook vreugde mogen hebben over uw zoon. Wilt u ook met hen in het bijzonder meegaan? We bidden u voor deze gemeente. Wilt u met haar zijn? Met alle leden, jong en oud, wilt u hen vasthouden. En wilt u hen bouwen in het christelijk geloof. In de liefde en de kennis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wees u ook met onze wereld. Gebroken in zonde en schuld. Brokenheid die we nu ook zo erg proeven en ervaren. Nu de epidemie weer oplaait, een nieuwe lockdown. Opnieuw met kerst, heren, als wij misschien moedeloos worden. Misschien bang zijn. Geen uitkomst meer weten. Misschien wel boos worden. Voor alles wat ons ontnomen wordt. Heer, geef dan toch dat we ondanks dit alles uit mogen komen bij u, bij onze koning. En dat we mogen schuilen onder uw vleugelen. Dat we mogen weten dat ons een betere toekomst wacht, waar geen dood, geen ziekte meer zal zijn. En Heer, wij bidden u, geef toch herstel in deze wereld. Wij verontmoedigen ons voor uw aangezicht en wij roepen u aan. Zoals ook zo in de Bijbel gebeurde. Ze lezen in het boek Koningen dat mensen in de tijden van oorlog en epidemie tot u kwamen. En bij u vroegen om verlossing en herstel. Zo doen wij dat ook. Naar hun voorbeeld. En heren, als u toen heeft willen luisteren, mogen wij weten dat u dat ook nu zal doen. Kom tot ons, help ons. Verlicht ons bestaan. En zo bidden en danken wij u voor wie u bent en wilde zijn. En bidden wij u in de naam van dat kindje dat lag in Bethlehemstal. Christus onze Heer. Amen. We zullen nu opnieuw gaan zingen. Twee liederen tot slot. Een kinderlied van Luther, wat hij gedicht heeft ter aanleiding van kerst. Ik ben een engel van de Heer. De versen 1 tot 5. En daarna natuurlijk ook nog het ere zijn God.
Zullen wij tenslotte nog bidden om Gods onmisbare zegen. Voor dit weekend, voor dit kerstweekend, voor de week die voor ons ligt en ons verdere leven. Laat ons bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, aan u zij alle eer. Amen.